Hallo allemaal, ik ben Marie Foutman en ik ben kinderburgemeester van de gemeente Sint-Nicolaas-Gestel. Ik ben hier samen met schrijver en illustrator Kim de Jong voor de Kinderboekenweek 2021. En het thema van deze Kinderboekenweek is worden wat je wil. En Kim, wat wil jij eigenlijk worden toen je jong was? Nou, toen ik zo oud als jij was, wilde ik, toneelspeelster worden. Ik speelde toen heel graag toneel en dat leek me wel wat. En sinds wanneer weet je ongeveer dat je kinderboekenschrijver wil worden? Ja, ik denk dat dat een jaar of 6-7 geleden was. Toen ik allerlei gedichtjes had gemaakt en toen ik dacht van nou, daar wil ik eigenlijk wel een boek van maken. Ja. En ben je begonnen eerst met het schrijven en toen illustreren of ben je gelijk beide gaan doen? Nee, ik was eerst begonnen met gedichtjes schrijven en kleine korte verhaaltjes voor kinderen. En toen dacht ik, daar moeten plaatjes bij. En toen heb ik mijn zoon gevraagd. Ik zei, joh, zou je er niet bij wat willen tekenen? En het gedichtje ging over gordijnen. En toen zei hij, ja, dat wil ik wel, maar dan teken ik een stoel. En toen dacht ik, ja, nee, maar ik wil het gedichtje over gordijnen hebben. Nee, ik teken toch liever een stoel. En toen dacht ik, ja, ik moet het gewoon zelf gaan doen. Ik moet zelf gaan tekenen, want dan krijg ik ook wat ik wil. En kun je van schrijven in je studie leven of is het meer een hobby? Het zit er een beetje tussenin. En hoe lang doe je ongeveer over het schrijven en illustreren van een boek? Ja, dit boek, het laatste boek, het snertsprookje, daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest. En heb je ook bepaalde eigenschappen nodig om een schrijver-illustrator te worden? Ja, ik denk, ik denk dat je veel fantasie moet hebben. En ik denk ook dat je veel doorzettingsvermogen moet hebben. Ja, want je tekent eerst 1 tekening, maar dat is natuurlijk nog niet voor in het boek. Je moet eerst een aantal schetsen maken en dan nog meer schetsen. En ja, je moet niet bij het eerste stukje al stoppen. Dus je moet wel doorwerken, doorzetten. En ik ga ervan uit dat je kind vroeger ook al hebt voorgelezen. Wat is je favoriete kinderboekenschrijver? Wat ik de kinderen heb voorgelezen? Dus mijn kinderen of? Ja, beide, wat je zelf vroeger hebt gelezen. Nou, wat ik vroeger heel leuk vond zelf was, toen ik kleuter was, vond ik Jip en Janneke heel leuk. En toen ik wat ouder werd, vond ik Jan Terlouw heel erg leuk. En de kinderen vonden ook Jip en Janneke heel leuk om voorgelezen te krijgen. Ja. En nu Mees Kees vinden ze ook heel leuk. Van alles. Ja, die vond ik vroeger ook ja, vond je leuk. Mees Kees ook leuk? Ja. Ja. En je boeken zijn heel leuk en creatief. Hoe kom je eigenlijk op alle ideeën voor je boeken? Ja, dat is lastig. Ja, ik denk dat gewoon uit het dagelijks leven komt. Dingen die je meemaakt. En je denkt, oh ja, daar kun je misschien wel een verhaaltje mee verzinnen. Of dus het dagelijks leven eigenlijk. Ja. Nou, als je boeken schrijft, wat vind je dan de leukste plek om in huis te zitten? Waar krijg je een beetje inspiratie van? Wat vind je de fijnste plek om je boek te schrijven? Ja, dat vind ik thuis op kantoor, waar ik alle spullen heb staan en hangen van mijn boeken. Ja, daar zit ik het liefste. Ik heb hier nog het boek van Kim de Jong. Het heet De Koning van Bubbeda, een snertsprookje. En het is echt een heel leuk boek. En er zijn heel veel leuke plaatjes in. Het is een heel leuk verhaal. Dus ik zou zeker kijken of je boek een keer kan gaan lezen. En het is gewoon een heel leuk boek. Dus Kim, dank dat je tijd wilde maken voor het interview. Ik hoop dat we allemaal iets meer van jou te weten zijn gekomen. En ik hoop dat we nog veel boeken van jou zullen zien. Nou, graag gedaan. En jij ook bedankt. Ja. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk.